Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Poe Interviewt. Nou, we hebben het al met verschillende karakters van verschillende programma's gehad. De Efteling, Piet Piraat, maar dit keer hebben we het met Bitser van Sean de Schie, of Sean het Schaap in het Nederlands. Maar we gaan hem wat vragen stellen. Eerste vraag. Waar woon je? Ruff, de boerderij. Oh, hij woont dus op de boerderij. Volgende vraag. Wie vind je het aardigste op de boerderij? Oh, alle schapen die luisteren. En toevallig kwam ik net Sean tegen van Sean het Schaap. En ik was benieuwd. Ga je nog binnenkort op vakantie? Oh, dat is een heel mooi land. Ook al weet ik niet precies waar dat ligt. Nou, volgende vraag is, wie vind je het leukste karakter van mij bij het 100 Bubbles? Oh, konijn. Omdat hij altijd zo geordend is. Want konijn schrijft alles op. Verdeelt de taken en zorgt dat iedereen wat te doen heeft. Ja, en ik heb je voor het eerst gezien en ontmoet in Engeland. Toen ik in Engeland op vakantie was. En in Engeland hadden ze een hele expositie van Sean met beelden en een shop. Leuke shop is dat, hè? Oh, het is alweer tijd om dag te zeggen. Nou, doei!